Verstopt tussen gebouwen in het centrum van Roosendaal staat een Duitse bunker. Een herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Er is maar weinig over bekend. En daarom is de Stadshistoricus op zoek naar de verhalen achter die bunker. Vanaf de oude markt lopen we nu in de richting van de nieuwe markt. En daar staat hij, achter de oude V&D. Deze bunker ligt sinds 1943 verscholen in het centrum van Roosendaal. Hij maakte deel uit van een ondergronds netwerk van de bezetter. De nazi's vertrouwden de PTT niet. De Duitsers wilden veilige verbindingen hebben. Dus ze bouwden een eigen telefoonnet naast het gewone telefoonnet. Tachtig jaar later ligt de bunker er verwaarloosd bij. Mos en onkruid verhullen het betonnen gevaarte. Dat moet veranderen, vindt de Stadshistoricus. En ik denk dat dat in, in die zin uh, een litteken is wat misschien af en toe een beetje kriebelt, maar wat ons wel herinnert uh, aan die afschuwelijke gebeurtenissen. De Stadshistoricus zoekt nu naar verhalen over de bunker. Als mensen een verhaal hebben over deze bunker uit overlevering, of misschien zelfs nog dat ze iets hebben meegemaakt, maar ook na de oorlog. Ongetwijfeld, zullen ongetwijfeld mensen hier nog dingen hebben meegemaakt? Mensen die hier bij de telefooncentrale gewerkt hebben of anderen. Uh, en dat voegt alleen maar iets aan het verhaal toe. Ik hoor het graag.